René, ja. Het is vandaag wel een bijzondere dag, of niet? Ja, zeker. Zeker, André. Een speciale toertocht, dit? Nou, speciaal. Dit is wel een jaarlijkse toertocht. Ja. Dit is de toertocht van Houtstreek, de Sallandse grenstocht. Ja, dat is uniek in Nederland. Nee, grensoverschrijdend. Het is een grensoverschrijdende tocht. We gaan richting Duitsland. Ja. We rijden daar in Duitsland richting richting Roelofsjaal. Ja, ja, ja. Dan weer een rondje maken en dan naar Wielen. Ja. En dan van Wielen weer terug Nederland in. En dan, hier weer helemaal door de binnenlanden. En dan als het goed is, dan hebben we 50 kilometer erop zitten en dan zijn we hier weer. Ja, ja, ja. Goedemorgen, Johan. We zijn hier op de skielebaan hier in Gramsberg. En vandaag een mooie rit, hè? Ja, het ziet er wel naar uit. Het weer speelt mee. Heel veel deelnemers, veel kinderen die hebben er zin in. Na alle sport en trainingen die we hier, die we hier gedaan hebben, gaan we nu een keer echt de straat op. Want in Gramsberg is de enige skielebaan in de gemeente Hardenberg, hè? In Hardenberg. Of van de hele omgeving? Hier in de hele omgeving eigenlijk wel. Tussen hier en Frieseveen. Tussen hier en Assen, is geen andere skielerbaan. Oudewijk en Assen is dichterbij in Frieseveen. Oké. Maar ja, skielen, wat maakt het zo leuk? Het is een hele andere techniek als schaatsen? Of? Ja, qua sport zit het heel erg dicht bij elkaar. Ja. Is natuurlijk ietsjes anders. Het is vaak wel wat zwaarder. Daarom is het ook voor het winterseizoen een hele mooie training om je voorbereid te bereiden op het schaatsen. En in de zomer is het prachtig, vooral met dit weer natuurlijk, lekker de weg op. Je ritjes rijden, je hebt natuurlijk wel graag de voorkeur voor een beetje mooi asfalt. Ja. Maar hier in de omgeving, ook in Koevoorde, Gramsberg, richting Delingvaart, je hebt hier prachtige fietspaden. Dus het is echt super om hier lekker te gaan skileren. En dan krijgen ze hier de begeleiding op de baan, training hier op het middenterrein. Dat ze wat beter kunnen voor wedstrijden op de buitenbaan. Nou, dat is echt grandioos. En bent u trainer van de jeugd of van? Ik ben officieel KNSB-trainer, voorheen ook SBN, Skateboard Nederland. Dat is bij elkaar gegaan voor schaatsen en skiwielen. Dat doe ik in de winter bij het schaatsen, jeugd en volwassenen. En hier ben ik hoofdtrainer of begeleidend trainer voor de hele groep. En we zijn hier met 8 trainers en een aantal vrijwilligers die dan ook assisteren als nodig is om iedereen proberen de techniek onder de knie te krijgen. En het naar het zin te maken natuurlijk. Dat is ook heel belangrijk. Hè? Dat is al, Nou, dan mag ik u vandaag een hele fijne dag toe wensen. Gaat vast lukken. Mooi weer erbij, dus. We zijn er allemaal klaar voor. Het is goed dooi. Ja, heerlijke temperatuur. We gaan ervan genieten. Tot ziens. Ja, dankjewel. Tot ziens. Jullie gaan de grens ook over, hè? Een deel van de groep wel, de jeugd niet. De grotere die gaan de grens over. Dat is, ze kunnen ze 2 keer 50 kilometer rijden. En dan bij elkaar 100. En dat is natuurlijk, dat is de enige route, zover ik weet, die ook over de grens gaat. Ja, dat is grensoverschrijdend. Dus dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ja, leuk. Als je kan zeggen, we zijn door Duitsland aan het skiën geweest. Dus dat is helemaal fantastisch. Tjus! Ja, dank je. Okay.